hem dit jaar en krijgt hij 35.000 euro. 28 augustus wordt bekend wie de winnaars zijn van de Amsterdamprijs voor de Kunst. De belangrijkste cultuurprijs van de stad. De prijs wordt jaarlijks toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In de burgemeesterswoning maakt de juryvoorzitter Clary Polak de kanshebbers van dit jaar bekend. Wie dat zijn, ziet u de komende weken op AT5. Er zijn 9 genomineerden in 3 categorieën. In deze aflevering aandacht voor de genomineerden in de categorie Beste Prestatie. Dat zijn Zielberzee, Trouw Amsterdam en Jeffrey Mulman. Hé, mijn schatje, ben je er bijna? Want we zijn een beetje laat en we gaan zo beginnen. Jeffrey Mulman is directeur van het Theaterfestival en het Fringe Festival. Hier komt de motivatie van de jury. Het Theaterfestival laat, laten we zeggen, de 10 interessantste stukken van het afgelopen seizoen zien. Dus het is gevestigd theater. En het Fringe Festival is misschien nog wel iets belangrijker, omdat dat een podium biedt en ook een springplank biedt aan jonge kunstenaars. En daarbij ook hun cultureel ondernemerschap enorm stimuleert en begeleidt, wat natuurlijk ook heel belangrijk is in deze tijd. Een Fringe Festival is een festival dat plaatsvindt naast een officieel theaterfestival. Fringe betekent dan ook letterlijk rand. En uitgerekend de directeur van het Nederlands Theaterfestival besloot in 2006 het Amsterdam Fringe Festival op te richten, als antwoord op de officiële theaterselectie. Die passie voor theater heeft Jeffrey Mulman niet van huis uit meegekregen. Ik weet wel dat het theater voor mij in ieder geval als kind al heel belangrijk was. En dat was heel raar, want in mijn familie gingen we nooit naar het theater. Maar toen ik 4 was, toen was ik daar al heel erg mee bezig. Was ik al plaatjes aan het uitknippen van acteurs en dat soort dingen. Dus ik ben er eigenlijk mee geboren. En mijn ouders hebben nooit zo goed begrepen waar het vandaan kwam. Wil je een biertje? Oh nee, dat gaat natuurlijk niet. Ja, nee, maar ik moet ook enorm plassen. Toen heb ik op mijn 20 gezegd tegen mijn vader van ik wil eigenlijk wel in het theater werken. En dat vond hij totaal onbegrijpelijk. Maar we zijn inmiddels 25 jaar verder en hij is hier ook wel eens geweest in de zaal en hij begint dat ook steeds meer te waarderen, geloof ik. Ja. Mulman benadrukt dat theater niet elitair is, maar juist voor iedereen. Ik zou willen dat het normaal was voor mensen om regelmatig naar het theater te gaan. Normaal in die zin dat het toch een bijzondere avond uit is, maar dat het toch in mensen een systeem zit om te zeggen van oké, ik ga naar het theater om eens te reflecteren op mijn eigen leven, op de samenleving, op de dingen die gebeuren, om vermaakt te worden. Het theater zou een plek moeten zijn waar mensen uit alle gelederen samenkomen om te discussiëren over uiteenlopende kwesties. Heel vroeger kwam iedereen in het theater. Hè. Er was hier in de Schouwburg, het volk zat helemaal bovenin. En dan had je een kippen of een net was dan gespannen. Omdat mensen nog wel geneigd waren, het volk, om kippenbouten en dat soort dingen naar beneden te gooien. En dat werd dan opgevangen door zo'n net. Dus je kunt je voorstellen, dat was een heel levendig gebeuren met heel veel geschreeuw en discussie en noem maar op. Ik vind niet per se dat mensen weer met kippenbouten moeten gooien. Maar het zou wel mooi zijn als theater weer een levendig centrum was waar de stad bij elkaar komt om met elkaar over actuele dingen te praten. Over gezamenlijke geschiedenis. Zo'n plek zou het moeten zijn. Straks zien we hoe opera en hiphop hand in hand gaan bij Zielberzee. Maar nu eerst aandacht voor de tweede genomineerde in de categorie Beste Prestatie. Namelijk Trouw Amsterdam. Dit zegt de jury. Wat de crisis teweeg bracht in 2008, wist Trouw in te vullen tot een onderscheidende en zinvolle plek. Naast culinaire hotspot met het restaurant en populaire club met muziek die zowel nationaal als internationaal gewaardeerd wordt, weet de organisatie zich ook te onderscheiden met een sterke culturele programmering die van groot belang is zowel voor de kunst als voor de stad.
Met Trouw Amsterdam kreeg de voormalige drukkerij van onder andere Dagblad Trouw een tijdelijke nieuwe bestemming. Welkom in Trouw. Het project bestaat uit een club, een biologisch restaurant en een culturele stichting. Oftewel, de verdieping. Hier is ons restaurant. We hebben ervoor gekozen om dat een heel eigen karakter te geven, los van de club. De keuken is gebaseerd op groentegerechten. Dan komen we hier in onze clubzaal. Dit is dus in dezelfde ruimte als het restaurant. Ik denk dat de club het meest beroemd is, wereldwijd. Het restaurant wordt steeds meer bekend. En de culturele stichting heeft een ommezwaai gemaakt, ergens halverwege het tijdsbestek dat wij hier zijn. Waarbij we samenwerkingen zijn aangegaan met prominente kunstinstellingen. Zo zijn er tussen het dansende publiek tentoonstellingen en performances te zien in samenwerking met het Stedelijk Museum, AI Film Museum en het Parijse Palais de Tokio. Dan gaan we nu naar de verdieping, dat is beneden. En dit is onze tweede clubzaal. In de verdieping hier hangt het werk van Boris Tellegen. Dit heeft eigenlijk in Parijs gehangen en in Muziekgebouw aan het IJs. We hebben ontzettend veel jonge mensen die naar de club komen, die echt voor de muziek komen en daar ook hele specifieke keuzes in maken. En het tegen kunst aanlopen maakt het heel bijzonder. Ik denk dat je daardoor geïnspireerd de deur uitloopt. Al dit moois stopt wel eind dit jaar. Jammer, maar tijdelijk ondernemen heeft ook zo zijn charme. Je gaat nergens op zitten wachten. Niemand kan inslapen in de organisatie. Iedereen is constant op scherp. Wat het heel vermoeiend maakt, maar wat het ook wel echt heel erg intens en geweldig maakt. Want daardoor schakel je gewoon sneller. Je bent ontzettend bezig met de dromen die je nog wil verwezenlijken voor het einde. Dankjewel, Simon. Dit is trouwens de meest legendarische hummus van Amsterdam. Daar fietst elke fijnproever voor om. Ik ga het je even laten proeven. Het is echt heerlijk. Hier, kijk. Heerlijk. De initiatiefnemers van Trouw zijn gelukkig alweer bezig met een nieuw concept. En het winnen van de Amsterdamprijs zou daar zeker bij kunnen helpen. En dan nu aandacht voor de derde genomineerde in de categorie Beste Prestatie, Zielberzee. Hier komt de jury. Zielberzee begon ooit als Vocaal Lab, een laboratorium voor vocaal experiment. En in de afgelopen 12 jaar hebben zij zich ontwikkeld tot een ondernemend, veelzijdig en allround collectief van performers die veel verder gaan dan hun stem. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Romain Bischoff. De un cevado, de un javardo, de individuo con ventos de contador de gas. I would like to try it again once and see if we can make the switch from the one to the other very quick. Zielberzee maakt hedendaagse opera die toegankelijk is voor een breed publiek. Het clichébeeld van een operagezelschap gaat zeker niet op voor dit experimentele collectief. Bij opera denken mensen heel snel al aan grote jurken en dure producties met een enorme theaters en zo. En wat wij doen is heel weinig van dat. Wat wij doen is echt opera maken die op heel veel verschillende manieren, die altijd heel sterk een link heeft met deze tijd. En zoeken we juist naar heel verschillende invloeden. Dus invloeden zeker altijd ook uit de klassieke hoek. Maar daarnaast dan invloeden uit de hip-hop of hedendaagse pop of dat soort zaken. Het gezelschap is opgericht door artistiek leider Romain Bischoff. Hij is zelf een zanger, heeft heel veel opera gedaan. En hij is begonnen eigenlijk met gewoon met jonge mensen te werken aan hedendaagse muziek. I rise,
En hij heeft zo langzamerhand een hele groep mensen om zich heen verzameld. Eerst zangers, maar ook steeds meer instrumentalisten en dansers. Die allemaal op een of andere manier met hem het experiment of het onderzoek, het avontuur willen aangaan. Dus we zijn een soort, je zou kunnen zeggen, een soort collectief van allerlei soorten performers. Waar de kern wel ligt bij de zang. Door de bezuinigingen is het een moeilijke tijd voor muziektheater. Zielberzee zoekt daarom telkens naar iets dat nog niet te zien is op de Nederlandse podia. Het collectief is nu al bezig met een circusopera. Niets is te bont. Onze grootste droom is dat we over een aantal jaar echt een collectief zijn waar je mensen uit totaal verschillende disciplines bij elkaar hebt. Die allemaal heel sterk zijn in hun eigen vakgebied, maar die probleemloos eigenlijk met elkaar mee kunnen doen. Dus een soort heel bont collectief dat we nu al aan het ontwikkelen zijn, maar dat dan echt nog bonter en nog wilder en nog onverwachter zal zijn voor het publiek. Tot zover de genomineerden in de categorie Beste Prestatie. Op 28 augustus wordt bekend wie de Amsterdamprijs voor de Kunst daadwerkelijk in de wacht sleept. Kijk naar de andere twee afleveringen in deze serie voor een portret van de overige genomineerden.